trainingen. Ik vond de wedstrijd in dit voetbalseizoen helemaal top. Bedankt voor alles. Groetjes, Veerle. Hey Luid, ik vind het jammer dat je weggaat. Het waren toffe trainingen. Ik heb veel van je geleerd. Bedankt. Doei. Nou Luid, ik vind het ook heel erg jammer dat je weggaat. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Genoten van je enthousiasme en vooral ook jullie fanatisme. Jij en Björn, hoe jullie langs de lijn stonden, nou dat was echt genieten geblazen. Het was erg mooi om op een afstandje te aanschouwen. En dan Kevin erbij met zijn natuurlijke rust om jullie een beetje om de boel een beetje in balans te houden. Dus jullie complementeerden elkaar ook heel erg goed als trio. Ja. Nou, we vinden het erg jammer, hè, Jeroen. Ja. En we hopen je in de wijk nog vaak tegen te komen. En zullen we hem dan een keer uitdagen om echt een potje te voetballen? Oké. En ja, wij winnen dan toch. Maar goed, dat maakt niet uit. Het gaat voor jou ook voor de lol, hè, jongen. Dus het gaat je goed. We gaan je missen. Gozer, houdoe. Doei. Hey, Light. Hey. We hebben de... L. Je gaf altijd hele goede training. Door jou ben ik voetballen nog leuker gaan vinden. Groetjes Vee, doei! Hey Lijtje, bedankt voor de leuke trainingen. En we gaan je heel erg missen en we vonden het allemaal heel leuk. Lijtje, bedankt. Lijtje, bedankt. Lijtje, 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 bedankt. Ik ga je heel erg missen. Doei! Hoi Leid, dankjewel voor alle leuke trainingen. Ik heb er super van genoten en ik vond het altijd super gezellig. Nou, hier gaat tante Tries weer, hè? Doei! Houdoe en bedankt. Beste Leid, met een maat binnen en buiten het veld. Wat hebben we 4 mooie seizoenen gehad met de meiden en elkaar. We zullen je zeker gaan missen op de trainingen en zaterdags langs de lijn. Heel veel succes met Ilias komend seizoen en Vrienden voor het Leven, R-programma. Hey Leid, dankjewel voor je leuke en goede training. Ik zal je gaan missen. Groetjes, Akira. Doei. Hey papi. Hey man, jammer dat je weggaat. Maar ja, het is niet anders. Het is begrijpelijk. Ik wil je persoonlijk bedanken voor alles wat je mij geleerd hebt. Betreft training geven. Het is altijd een plezier voor mij en ook de meiden als jij aanwezig bent voor de training. En we genieten gewoon van jou. En ook tijdens de toernooien, de wedstrijden, die passie die je hebt voor voetbal, om te winnen, de manier waarop je de meiden coacht. Om te winnen en plezier te hebben ook. Want dat hebben ze ook. Dat is een kunst. Ik bewonder dat gewoon. Dus in die opzicht gaan we jou echt missen. Ik ga ook tijdens de trainingen jou missen. En ik zal in ieder geval proberen
mee te nemen. Die positiviteit, de manier van... Dat zal ik moeten doen. Want jij bent er niet meer voor de trainingen. Dus nou, bedankt. En ja, namens Akira ook. Ik weet zeker dat... dat jij een van de redenen bent dat Akira nog steeds voetbalt. Dat kan ik met zekerheid zeggen. Dus bedankt. Oké, dag papi. Papa, ik ga je heel erg missen als trainer. En ik heb nog even snel een filmpje voor je gemaakt, dus veel kijkplezier. Lieve paatje, luister naar me, want deze is voor jou. Ik kan niet vaak genoeg vertellen hoeveel ik van je hou. Je staat altijd aan de zijlijn, altijd in mijn bijzijn. Jouw strijd is mijn strijd en jouw pijn is mijn pijn. Ik lijk te veel op jou, pa, laat dat geen geheim zijn. En ook...